Arantxa Rus, je hebt zojuist gezorgd voor een van de grootste stunts uit het Nederlandse vrouwentennis ooit, denk ik. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar ja, ik begon, want ik was al heel nerveus. En daarna zat ik steeds meer in de wedstrijd. En ja, ik vond het al heel gaaf om op zo'n stadion te spelen tegen Kim Pleisters. Ja, het is toch wel een van mijn favoriete speelsters. En om dan zelf daar tegen te spelen is wel, ja, is gewoon geweldig. En dan nog winnen helemaal. Ja, je stond ook nog eens een keer een set achter, 5-2 achter, matchpoints tegen. Hoe heb je het gekanteld? Ja, in de tweede set begon ik agressiever te spelen en dacht ik gewoon, ik moet ervoor gaan, want anders verlies ik. Want ze zetten me zo onder druk de eerste set. Dus ik moest wel echt iets veranderen en ja, dat is me gelukt.